Hugo Langenberg, formateur hier in Leiden-Dorp. Gefeliciteerd, coalitieakkoord ligt klaar. Hè? Hoe zijn de onderhandelingen verlopen? Die waren intensief. We hebben echt een aantal weken, nou, bijna elke avond met elkaar aan tafel gezeten. We hebben goede discussies gehad. Iedereen heeft een goede inbreng kunnen leveren. En over het algemeen ging dat in een goede sfeer. Dat heeft geresulteerd in dit akkoord. Wat zijn de belangrijkste punten? De belangrijkste punten, nou, laat ik beginnen met Leiden-Dorp zelfstandig. We hebben duidelijk afgesproken dat we in deze komende periode geen stappen zullen zetten die leiden tot een fusie. We gaan een onderzoek doen, zoals de vorige raad al heeft besloten, naar de bestaande samenwerkingsverbanden, de zogenaamde lichte samenwerking. En we doen een paar jaar later een onderzoek naar de voor- en nadelen voor Leiden-Dorp van een mogelijke fusie. Dus daar wordt wel naar gekeken, hè? Dus alles staat in principe nog open. Maar jullie zeggen nu de komende 4 jaar Leiden-Dorp zelfstandig. De komende 4 jaar zal er niks gebeuren dat tot een fusie leidt. Ja, het sociaal domein was ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. Hoe komt dat terug in dit coalitieakkoord? Nou, dat komt terug in de sterrentuincarousel, hè, zoals we in de vorige raad hebben afgesproken te gaan doen. Wat betekent dat nieuwe organisaties, de nieuwe welzijnorganisatie en andere bestaande organisaties zoals het CJG, het sociaal team en noem maar op, in één locatie zouden komen om een betere samenwerking te kunnen realiseren. Nou is helaas gebleken dat de kosten van het hele project aanzienlijk hoger zouden kunnen worden als we dit zo doorzetten. Dus we hebben nu in de coalitie afgesproken dat we gaan onderzoeken of er een alternatieve locatie kan zijn waarin die welzijnsorganisaties samen kunnen gaan werken. Dat die welzijnsorganisaties samen gaan, dat er een nieuwe koepel komt van een welzijnsorganisatie, dat staat als een paal boven water. Het project Sterrentuin, die staat nu onder hot? Ja, dat staat onder hot, omdat we echt willen onderzoeken of er alternatieve locaties zijn waar die clubs bij elkaar kunnen zitten, zodat de bestaande gebruikers in de Sterrentuin nu daar kunnen blijven zitten. En dat zou, ja, waarschijnlijk heel veel geld kunnen besparen, maar dat gaan we dus grondig onderzoeken. Het gaat ook onderzoek, hè? Gaat ook gebeuren op het gebied van verkeer? Ja, op verkeer hebben wij geconstateerd dat er de afgelopen jaren nog wat hap-snap-maatregelen zijn genomen. Ik denk aan de Van der Markstraat, aan de Lijnbaan, het plan om dat één richting te maken. En ja, samen met het Amaliaplein, waar de Lidl komt en een aantal sociale huurwoningen, dat project staat ook vast, willen we nogmaals beter gaan kijken naar de verkeersafwikkeling ook rondom dat Amaliaplein. Maar we willen dat dus integraal doen. Alle knooppunten in Leiden-Dorp waar nog problemen zijn met verkeersafwikkeling, gaan we opnieuw bekijken en daar gaan we één plan voor maken om dat goed aan te pakken. LPO, VVD en CDA gaan samen het nieuwe college vormen. Welke namen horen bij de wethouders? Nou, bij de LPL zullen wij onze wethouder, die het afgelopen jaar prima heeft gefunctioneerd, Angelique Beekhuizen, weer gaan benoemen in de raad. Van 28 mei gaat dat dan gebeuren. De VVD komt Willem Joosten, een zeer ervaren raadslid, heeft net afscheid genomen na 12 jaar van de raad. Dus weet precies hoe het politieke spel werkt. Die gaat voor de VVD zijn portefeuille beheren. En Jef Gardeniers, die blijft ook namens het CDA, doet financiën. Nu is het coalitieakkoord klaar. Ja. Hij ligt eigenlijk klaar, want hij wordt nog voorgelegd aan de inwoners. Ja, wij gaan. Het is nou donderdag. Hè, het wordt vandaag of morgen op de website gezet. En via Twitter, Facebook en noem maar op gaan we dat bekendmaken. Ik hoop ook dat jij daar aandacht aan wil schenken. Andere media zullen dat ook doen. Dan komt het op de site, daar kunnen mensen de kennis van nemen. En die kunnen dan via een mailadres, dat dan ook zal worden gepubliceerd, de reactie geven. Zeggen wat ze ervan vinden, wat ze nog willen toevoegen. Of ze zeggen, nou, dat mag absoluut niet. En iedereen krijgt ook, dat duurt een week, tot de hele volgende week nog. En dan zullen wij dat bekijken. En iedereen krijgt antwoord, ook omkleed met argumenten waarom iets wel wordt overgenomen of niet. Ja, dus hij ligt nu klaar, het coalitieakkoord. Want er kunnen dus nog aanpassingen komen op de inbreng van de inwoners. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Ja, oké. Succes. Dankjewel.